tarwe is wereldwijd gezien een zeer belangrijk gewas. Om een zekere en hoge opbrengst te verkrijgen, is het noodzakelijk het blad te beschermen tegen ziektes. Zeker het vlagblad. De voor de opbrengst belangrijke bladeren worden voortdurend door ziekten zoals roesten en septoria bedreigd. Een septoria-aantasting begint met sporen die op het blad komen en kiemdraden die via de huidmondjes naar binnen groeien. In het begin van een infectie zijn er nog geen zichtbare symptomen. Als het netwerk van schimmeldraden zich uitbreidt, heeft het een verwoestend effect op de interne structuur van het blad. Cellen worden aangetast en de vaatbundels die voor transport van water, voedingsstoffen en suikers zorgen, worden geblokkeerd. Nu komen pas de eerste uitwendige zichtbare symptomen tot uiting. Bruin-gele langwerpige vlekken. Bij roesten gaat de ziekteontwikkeling veel sneller en ook ontstaat er meer schade aan het bladoppervlak met als gevolg meer waterverlies en het samenrollen van de bladeren. Dit geeft een extra belemmering van de fotosynthese, dus meer opbrengstverlies. Een gezond tarwegewas moet worden beschermd tegen bladziekten om een goede opbrengst te waarborgen. Elatus Era, op basis van de nieuwe krachtige stof solatenol in combinatie met proteoconazol, is speciaal ontwikkeld voor de vlagbladbespuiting. De formulering van Elatus Era is zodanig ontwikkeld dat de spuitdruppeltjes zich aan het blad hechten, waarna ze volledig uitvloeien. Vanuit de waslaag wordt het product translaminair in het blad opgenomen en zijwaarts verdeeld. In tegenstelling tot veel andere stoffen resulteert dit transport in een zeer gelijkmatige verdeling van de werkzame stof in het gehele blad. Elatus Era geeft een krachtige en langdurige bescherming van het blad. De werkzame stof solatenol wordt door de kiemdraden van de schimmel opgenomen. Dit gebeurt via contact met het bladoppervlak of via contact met het bladweefsel, kort nadat de schimmeldraden het blad zijn binnengedrongen. Zo worden ziektes al in een vroeg stadium gestopt, nog voordat deze schade in het blad kunnen veroorzaken. Water en voedingsstoffen kunnen ongehinderd naar de bladeren toestromen. De beschermde bladeren kunnen maximaal suikers produceren. Deze suikers worden weer ongehinderd door de bladeren naar de aren getransporteerd, waardoor deze een maximale opbrengst zullen geven. De langdurige, krachtige en complete bescherming van Elatus Era zorgt ervoor dat het gewas een maximale opbrengst kan geven.